Agonotète. Et toi chez les Grecs, celui qui a La direction des jeux publics. Ja, ja, zware kost ben ik aan het lezen. Maar het geeft ook enorm veel voldoening. als je af en toe die hersencelletjes eens even lekker kan laten kraken. Je moet gewoon altijd een beetje alert blijven, een beetje scherp nadenken, een boek lezen. spiritueel eens even bezig zijn. Dat geeft ook fysiek veel voldoening. Daar voel je je veel gezonder door. Aronochikl, hérétique dans le huitième euh, siècle, qui ne soit leur prière que debout.